Vluchtelingen kamp Moria was een kamp in Griekenland. Een kamp bedoeld voor 3000 mensen, terwijl er meer dan 13.000 mensen leefden. Vooral heel veel kinderen zonder ouders, maar ook volwassenen. Er waren weinig goede voorzieningen, zo moesten families met duizenden één kraantje of één douche gebruiken. En nu is het hele kamp afgebrand. Geen plek meer om te slapen, geen eten, geen drinken, geen voorzieningen, niks meer. De kinderen slapen nu buiten, op de grond. En eten wat ze maar vinden. Hallo allemaal, wij zijn de Haagse Kinderredactie en welkom bij een nieuwe video. Ik ben Bilo. Ik ben Drishti. En ik ben Pilo. En vandaag gaan wij kijken hoe het is gesteld met de mening over vluchtelingenkamp Moria hier in Den Haag. Kijk mee. We gaan nu langs bij gemeenteraadslid Serpu Ates van GroenLinks om te vragen wat haar mening is, want zij stelde schriftelijke vragen over wat de gemeente Den Haag kan doen voor deze kinderen. Ik ben Serpu Ates, ik ben raadslid voor GroenLinks in Den Haag. Wat vindt u van de situatie in het vluchtelingenkamp Moria? Ik vind het een humanitaire ramp. Ik vind het een grote schande dat wij als Europa, maar ook wij als Nederland, hen niet voldoende bescherming hebben kunnen bieden. Waardoor zij nu in een nog veel kwetsbaarder, nog veel schrijnender situatie terecht zijn gekomen. Wat doet gemeente Den Haag hiervoor? Ik heb onder andere schriftelijke vragen gesteld hierover. Er was een oproep vanuit Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland om 500 kinderen gewoon hier in de Nederlandse steden op te nemen. Ik heb daar geluid aan gegeven. Ik heb daar schriftelijke vragen over gesteld. Of wij ook een deel van deze kinderen in onze stad kunnen opnemen. Nou, dat had een meerderheid. Dus er hebben meerdere partijen daar hun handtekening onder gezet. En daar is inmiddels een antwoord op gekomen. En in die antwoord staat dat wij bereid zijn, mocht het zover zijn, dat wij ook kinderen zouden willen opnemen in Den Haag. En wat kunnen wij doen als gewone burgers, als kinderen, want we zien het overal langskomen, maar wat kunnen wij doen? Ik ben heel hoopvol gestemd over jullie eigenlijk. Ja. Ik heb gezien dat jongeren, als jongeren in beweging komen of als zij met een goed idee aankomen, dat wij volwassenen soms een stap achteruit zetten en denken van wow, dit is echt een enorm goede oplossing. Hebben we gezien bij de klimaatbeweging, hè? Onder leiding van Greta, wat er allemaal is gebeurd. Dus ook hierin ben ik hoopvol gestemd. Volgens mij komen jullie meestal met betere oplossingen, wat creatievere gedachten dan wij soms. Hè? Wij lopen soms vast. Dus ik verwacht hierin ook dat jullie met een eigen initiatief gaan komen. En dat jullie misschien ook mij benaderen of andere politici benaderen en zeggen van kijk, wij hebben een ander oplossing voor jullie. Dus ik ben heel erg hoopvol over jullie. Want kijk, nu heeft het kabinet gezegd wij nemen 100 op, maar wat kan er nu nog veranderen of wat kan er nu nog gebeuren? Ik denk dat we vooral de vraag vanuit het maatschappelijk veld, hè, vanuit jongeren, vanuit organisaties, dat als die vraag actueel blijft en de acties blijven doorgaan, dat er misschien nog een beweging in gebracht kan worden. Ik vind niet dat we het los moeten laten omdat er nu zo'n besluit is genomen. Hè, als wij ons er iedere keer bij neerleggen, dan is dat voor denk ik het kabinet ook heel snel of heel makkelijk om dit soort initiatieven, zeg maar, of dit soort plannen door te zetten. Dankjewel, heel erg bedankt. We gaan nu langs bij een jurist die alles weet over kinderrechten. Hi, kunt u uzelf voorstellen? Yes, nou, mijn naam is Bentje van Uwet. Ik werk bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel geeft juridisch advies aan jongeren onder de 25. En wat is dat nou? Nou, dat zijn dus vragen over jullie rechten. Voor alle rechten kunnen mensen vragen stellen. Daarnaast geven we ook les op scholen om mensen te vertellen dat ze rechten hebben en dat sommige problemen dus een juridisch probleem kunnen zijn. Dus dat het met rechten te maken heeft. Zodra je dat weet, dan kan je er wat aan doen. Wat vindt u van de situatie in vluchtelingenkamp Moria als jurist? Ja, er worden een hoop rechten geschonden. Heel veel mensenrechten. Belangrijk om te benoemen zijn vooral kinderrechten die geschonden worden. Kindvluchtelingen hebben dus rechten. Ze moeten zo goed mogelijk beschermd worden door het land. Ze moeten de minimale levensstandaard op z'n minst hebben. Dus om goed te kunnen leven en te kunnen ontwikkelen. Te overleven. Nou, daar gaat het op dit punt eigenlijk al fout, zeg maar. Dat is echt het minimale wat er verboden moet worden. Dus het overleven gaat misschien net en eigenlijk niet, dus dat moet sowieso verbeteren. Daarnaast moeten kinderen dus minimaal contact met hun ouders kunnen hebben. Ook dat recht wordt geschonden op dit moment. Kinderen zijn hun ouders kwijt, in ieder geval op het eiland al. Iedereen is nu verspreid over het eiland, maar het kamp is weg. En
Mensen hebben dus geen onderdak meer. Nou, is er nog eentje. Onderdak, onderwijs gebeurt ook niet. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen wat er op dit moment niet goed gaat. Want wat vindt u dat er nu per se echt precies moet gebeuren? Nou, er moet in ieder geval gewoon voor gezorgd worden dat iedereen weer opgevangen kan worden. Dat mensen weer een dak boven het hoofd hebben, dat er eten is. Ik las verhalen van nu jongeren en ook personen op het eiland die dachten, we gaan maar dan naar een supermarkt. Alles is dicht, zeg maar. De vluchtelingen worden ook geweerd uit de steden. Jullie mogen hier niet komen. Er is gewoon geen eten. En het allerminimale levensstandaard, eten, drinken om te overleven, dat is nu, dat gaat niet goed. Dat is in ieder geval het eerste wat ze moeten doen. Ervoor zorgen dat mensen kunnen eten. Mensen hun medicijnen kunnen krijgen weer. Want heel veel mensen hadden medicijnen nodig en is allemaal verwoest in de brand. En gewoon iets van onderdak hebben en dat mensen weer kunnen overleven, wat gezonder kunnen worden. En uiteindelijk dus kunnen kijken naar hoe mensen echt een dak boven hun hoofd kunnen krijgen buiten een kamp, ergens in Europa. Dat is eigenlijk wat zo snel mogelijk moet gebeuren. Zoals jullie hebben gezien hebben we een gemeenteraadslid en een jurist geïnterviewd. We hebben hun mening gehoord en we hebben gehoord wat zij vinden dat er gedaan moet worden. Hoewel er in de samenleving verschillende meningen over zijn, blijft het een feit dat ook deze kinderen recht hebben. Recht op onderwijs, recht op een veilig thuis en recht op eten en drinken. We hopen dat er voor deze kinderen snel een goede oplossing zal komen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!